Nicolas Heiner is zaterdag derde geworden op het Europees kampioenschap Finn in Athene. In het open klassement moet Heiner genoegen nemen met de vijfde plek. Voor de bronzen Europese medaille maakt hij het nog wel even spannend. Er gebeurde vandaag inderdaad genoeg bij de medal race. Maar ik miste eigenlijk net als snelheid. Vandaag net verkeerde setup. En uiteindelijk bij de bovenhoek maakte ik een verkeerde inschattingsfout. Ik vaag tussen twee boten in. Ik dacht dat er meer ruimte was. En op dat moment moet ik een penalty draaien. Ik zat gewoon fout. Maar ze lieten me er twee draaien omdat ik eigenlijk te veel voordeel eruit haalde in hun ogen. Dus dat was in één keer nog duurder. Ik lag altijd in de buurt van de Turk. De Turk die voer naar voren toe voor het Europees klassement enigszins in de buurt van moest blijven. Maar we hadden een redelijke marge op hem. Was een close call met de Turken, één punt. Maar goed, één punt is genoeg. We kwamen hier met twee doelstellingen. Eén was natuurlijk het Olympische ticket binnenslepen. Dat is gelukt. Maar we hadden in ieder geval op het podium willen staan als niet goud willen winnen. Maar Giles, de Engelsman, was wel op de macht deze week. En de Hongaar heeft ook hele mooie comeback races laten zien. We hadden graag een stapje hoger willen zijn. Dus ergens een beetje dubbel.